Wij zijn dus heerlijk bij het waterpark aangekomen en ik ben dus helemaal boven aangekomen en wij gaan lekker glijden, toch? Dat klopt als een bus. En ik heb deze video trouwens ook even geliked, want ik heb dadelijk gehoord als je niet liked dat Horus zit achter je aankomt. Ik had gisteren vergeten te liken en een Horus zat eens onder mijn bed. Oh, dat is wel duidelijk. Dus mensen, je hebt gehoord van hem, je moet te liken, anders komt Horus onder je bed te liggen. Maar goed, laten we een race gaan houden als eerste beneden is. Wedden dat ik deze wedstrijd ga winnen? Denk je dat serieus? Oké, laten we een wedstrijdje gaan doen dan. Oké, hij staat glijden en welke glijbaan gaan pakken. Oké, laat ik voor de gele glijbaan gaan. Ik vind die gele wel heel nice uitzien. Heeft hij ook een open stuk of niet? Ja. Dat heeft hij. Oké, weet je, laten we die gele gaan. Ik vind het wel een goed idee. Oké, 3, 2, 1. En hij gaat hoor. Oh my god, we gaan glijden. Woe, wat leuk. Oh, we gaan wel heel langzaam trouwens. Dit is niet de snelheid die we willen maken. Oh, we komen buiten aan. Wat leuk dit. Woe, oké, 3, 2, 1. Wow. Oh my god, we gaan heel hard. Ik voel echt goed kriebels in mijn buik. Ja hoor, lentekriebeltjes. Nee, oké, lentekriebels is het nog niet. Dat is nog te vroeg. Maar hey, we zijn aan het glijden. En wat een leuke glijbaan er zit ook. Wow. Woe. En we komen beneden. Wow, yo. Oh, oké. We zijn beneden aangekomen. En ben ik eerder beneden? Of ben ik weer eens te laat? En, huh? Wat gebeurt er nu? Wat? Huh? Oh my god. Hé, hey, mijn auto wordt gestolen. Hé, hey, stop eens. Blijf staan, joh, dief. Oh my god. Nee, mijn auto. Hé, hey, staan jij? Au, oh nee. Mijn auto is weg. Mensen, dit is echt niet leuk. Laten we een auto moeten stelen. Ik denk dat dat de enige optie is. Ik denk dat ik even voor de rustgevend even naar de McDonald's ga. Want even rustgevend gevoel, weet je wel. Want dit is echt niet leuk, man. Oh, ik voel me echt verschrikkelijk op dit moment. We hebben het grote speelprijs, maar daar gaan we echt niet naartoe. We denken zelf. Nou, het is niet de beste auto, maar ja, beter iets dan niet. Ja, trouwens, zo slechte auto's ook niet. We gaan het nou niet doen als we het slecht hebben. We hebben een panoramadak en ja, wat wil je nog meer? Want als we zo doen en we kijken naar boven, dan hebben we gewoon letterlijk een panoramadak. Oh my god. We moeten langs iedereen. Ik zweer het je. Ik moet eerst even naar de Mac, want ik heb echt honger, man. Maar wat een verschrikkelijk iets. Wie is dit? Zitten nou ook om mijn auto te stelen. Ik zweer het je, je begon bijna te schuimbekken, man. Maar gelukkig is de McDonald's heel erg dichtbij, want hier is het al. Laten we eerst even een Mackie gaan eten. Sorry, mevrouw, ik wil niet doodrijden. Ja, hallo, ik kom aangereden, parkeren. Wat denk je zelf? Ga dan niet bang worden, oké? Okay? Oh my god. Even kijken wie mijn auto heeft gestolen, want ik wil weten wie. Hey, Woody, heb je die chicken hier of zo? Ja, zwaar, ik zweer je, ik heb die parfum van haar gestolen, G. Ik zweer, ze is een rijke dame. Ik doe alsof ik geld heb, maar ik stil gewoon altijd. Wacht, wat? Hebben zij mijn auto gestolen? Ja, hebben jullie mijn auto gestolen of zo? G, doe eens even rustig. Ik weet niet wie je bent. Doe even normaal tegen mij dan, hè? Nee, luister. Het is wel heel duidelijk, hè? Jullie praten over stelen dat mijn auto net gestolen is 2 minuten geleden. Luister, Kill, ik heb er niks mee te maken. Als je er één keer zo'n opmerking maakt, ik maak je dood, vriend. En doe eens even normaal tegen mij, alsjeblieft, zeg. Je bent echt gewoon een dief, weet je dat? Oké, nu heb je echt een probleem, vriend. Ik zweer je, ik kan je één keer steken. Ik kan je kop eraf halen, vriend. Dit vind ik wel heel heftig taalgebruik. Oh my god, ben je serieus? Au, 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 doe eens even normaal, joh. Hey, je gaat me niet stelen, hè? Wat denk je? Hier, bam. Zo, hier, boom. Wat denk je dan wel niet? Achterlijke gek, hè? Nee, je gaat me niet aanvallen. Je gaat me niet toelaten. Hier, bam. Neem het eventjes dan, hè? Hier, au, au. Hé, hey, stop er eens mee. Ah, nee. Ah, die is... Au. Hé, hey, stop het steken. Niet doen. Ah, au. Oh, hier. Neem het eventjes. Jullie moeten stoppen met mij, hè? Au, au, au. Stop. Hier. Au. Hé. Hey. Jullie... Oh, dit is echt niet leuk. Ik word echt door 3 man in elkaar geslagen hier. Oh, dat ga ik niet... Ik laat dat niet toe, hè? Hier, bam, hè? Wat denk je dan? Oh my god. Hoeveel levens hebben zij? Oh my god. Hier, au. Oh, hier. Neem het dan, hè? Kijk. Zo. Oh, wat een vermoeiend is dit, zeg. Nou, ik heb ze in ieder geval allemaal te pakken gehad. Ik was sterker dan jullie, hè? Wat denken jullie wel niet? Meneer, zou ik alsjeblieft een happy me mogen? Dat ging er een beetje ruig aan toe, hè, vriend? Vind je niet? Ja, je hebt wel gelijk, man. Maar ja, hun vielen me aan. Dat heb je zelf ook al gezien, hè? Ja, goed. Weet je, pak maar een happy meal. Oké, dokie. Dankjewel. Nou, weet je, ik ga het lekker onderweg opeten, denk ik. Want eerlijk, ik voel me er niet echt heel erg comfortabel bij. Ik heb net letterlijk gevochten tegen 3 man. En dat is zo onprettig. Ik zweer het je. Maar wie heeft dan mijn auto gestolen? Laat ik even mijn telefoon kijken. Misschien kan ik iets meer raad uithalen. Oké, even naar mijn Instagram DM gaan. Wat wordt er gezegd? Beste Lana, waar is je auto gebleven? Kom naar het Dolhof om 12 uur 's nachts om verstoppertje met ons te spelen. Tot daar. Wahahaha. Wat een gemene rik is het ook, jongens. Oh my god. Laat ik mijn telefoon wegdoen, want het is een beetje gevaarlijk tijdens rijden. Maar ja, ik ga eens even naar zijn huis, want ik weet waar zijn huis woont. Ik zweer het je. Ik weet waar zijn huis woont. Ik weet waar zijn bed slaapt. En ik weet waar zijn fiets. En ik weet waar de auto rijdt. Wow. Oké, een beetje gekkigheid. Maar weet je wat, mensen? Ik zie wel weer daar. Dus daar moet het zijn, hè? Het is tijd om actie te nemen. Wraak te nemen. Ik zweer je, man. Ik ben er een beetje klaar mee wat er allemaal gebeurd is. Ik laat het niet zomaar over me heen lopen. Wat ben je helemaal gek in je hoofd voor of zo? Ben je helemaal besodemieterd? Tuurlijk niet. Maar laten we hier even rustig naar binnen rijden. Ik denk dat het de beste optie is. En hé, ik val gewoon door de muur heen. Wat is dit voor iets? Dit is dan het huis, hè? Oh my god. Ik weet niet of ik het zomaar kan. Maar goed, mensen. We gaan hier naartoe. En hier moeten we naar binnen toe, hè? Oh my god. Die beveiliging heeft me al gezien. Oh nee. Ik word van alle kanten aangevallen. Dit is echt niet prettig. Hier, die gaan we niet toelaten. Oh nee. Oh, wat gebeurt er ook allemaal? Ik wil alle kanten hoek. Oh nee. Zo, bam. Oh nee. Wat? Schiet er de muur heen? Hoe kan dat nou weer? Wat? Ben je serieus? Hier, die gaan we niet toelaten. Jij gaat ook neer. Hoppa, allemaal neer. Slapen. Oh, oh my god. Ik moet de wapens hebben.
Nee, niet doen. Ah, nee, ik word flink geschoten. Waar komen die mensen vandaan? Hier, jij ook niet, vriend. Wat? Ben je heel serieus? Hoe is het ook allemaal mogelijk, hè? Oké, waar is hij? Kan je pakken, vriend. Zo, bam. Dat gaan we niet toelaten. Kijk eens. Hier. Oh my god. En hier is letterlijk Sinterklaas. Wat? Oh, ik moet zijn autosleutel proberen te pakken. Hij mag me niet zien. Oh my god. Oké, zullen we even kijken, hoor. Ah, kijk, hier zijn de autosleutels. Laat ik ze even meenemen. Terwijl wij alle beveiligers neer hebben, is maar één ding misschien heel verstandig. En dat is eventjes naar huis te gaan. Oh, ik zit helemaal onder bloed, man. Dat is echt geen pretje, man. Maar ja, weet je, we hebben hier in ieder geval de Lamborghini. Ik denk dat we die gewoon lekker mee gaan nemen. Want ik zweer het je, het kan niet anders, toch? Wij zijn tenminste hartstikke snel. Ik denk dat het een goed idee is om even lekker naar huis te rijden. Want ik vind het wel echt leuk om te doen. Dus weet je, oh, deze Lamborghini is zo nice. Maar mensen, ik ben net in de boom geweest. Laat ik even naar huis rijden. Ik zie je weer daar. Oké, dames en heren. Wij zijn dus weer bijna terug thuis aangekomen. Hey joh, ga eens aan de kant, joh. Achterlijke gek. Ik wil je inhalen. Dan ga je verdomme naar links. Dat vind ik niet leuk. Maar hey, daar gaat het even niet om. Wij zijn weer bijna thuis aangekomen. En even de poort open. Kom op. Ik heb mijn vader even mijn nieuwe auto laten zien. Want ik vind het al een goed idee om dat even te doen. Want ik dacht, ik ga even naar huis toe. Want mijn vader vindt het altijd wel leuk als ik een nieuwe auto heb. En die ga ik dus even in mijn dingen zetten. Dus weet je, laat ik er ook even naar binnen gaan. Want mijn auto staat er niet voor klaar. Ja, mijn gestolen auto. Ik kan het tegen mijn vader zeggen. Pa, ik heb er een nieuwe auto gekocht. Ik zweer, ik heb een nieuwe Lambo gekocht, man. Ja. En ik heb de loterij gewonnen. Hé, luister vriend, je hebt al een Audi R8 gekocht. Hoe kom je ineens bij de Lambo? Wat moet je ermee? Hij is toch leuk om te hebben, joh. Lekker hebben dingetje. Oh joh, de loterij is ook een leuk hebben dingetje. Toch een paar miljoen op je bank. Altijd leuk toch? Dus kom op, alsjeblieft. Praat nou eens geen onzin. Blijf een beetje realistisch. Wij hebben wel voor 3000 euro per maand gewerkt, hè, vriend. Tja, ik heb het op een andere manier aangepakt. Ik heb het gewoon heel goed aangepakt met YouTube toen, hè? Als ik eerlijk ben, Delano, gaat Delhi Gaming echt op en af. Dan heb je hele goede views en ineens later heb je mindere views. Ja, maar pa, luister, dat heeft met YouTube te maken. YouTube heeft een nieuwe CEO en die CEO doet echt veel te veel updates aan YouTube. En te veel updates kunnen voor te veel storingen, te veel bugs en te veel onzin verspreiden. Dus ja, is niet mijn schuld. YouTube heeft gewoon problemen. Ja, steek de schuld maar op YouTube. Maar weet je, ik kan wel even kijken. Ja, ik laat het wel even zien. Want ik wil het je best laten zien, hoor. Maar even, ik zou zeggen, volg me lekker. Ja, goed zo. En ja, kijk eens, pa. Hier moet het ergens zijn. Ik ben dus heel benieuwd hoe je auto eruit ziet. En oh my god. Wat is dit voor een joke, zeg? Ik zei tot Delano, je praat echt kant-en-klare onzin. Hij heeft wel gelijk. Maar goed, and good, all good. Laten we naar de voordeur gaan. Want ik eventjes. Want daar is goed, staat hij bij de voordeur, toch of niet? Eens even kijken hoor. Hallo, wat doe jij hier zo? Hallo Delano, wat goed dat je er bent. En fijn dat je me ook ziet. En als je me op dit moment ziet, dan is het jouw geluksdag. Want wij gaan namelijk verstoppertje spelen. Oh echt, wat cool dit. En hoe laat vindt de plaats? 12 uur s'nachts. Je hebt toch een WhatsAppje gehad of een berichtje? Oh ja, dat is wel waar. Maar weet je, laat ik dat gewoon doen. En ja, ik zie je vanavond dan wel, hè? Komt goed Delano, ik heb er heel veel zin in. Jij ook? En of dat ik er veel zin in heb. Dus ik zie je vanavond sinds. Nou, dan gaan we stoppertje spelen. Ik ben toch wel stiekem blij met mijn eigen auto terug. Dus weet je wat, deze kleine lammetje vind ik ook leuk. Maar dit vind ik misschien eigenlijk wel leuker. Want Audi's vind ik ook gewoon heel nice, man. Kijk, ik zeg altijd, het is niet zomaar een auto, maar echt gewoon een hele lijpe auto. Maar goed, het begint al wat schemerig te worden. En dat is heel fijn, want dat betekent dat we zo lekker verstoppertje kunnen spelen. Ik wacht even dat het s'nachts is en dan zie ik je bij Dolf. Dames en heren, het is nacht geworden en dat betekent maar één ding. Dat we lekker naar het Dolf gaan rijden. En oh my god, we gaan even extra veel gas geven, want dan zijn we er zo. En ja, het begint ook gewoon al later te worden. Het is ook hartstikke nice. Dus ja, hier moeten we dus namelijk langs. En dan kunnen we ergens hier naar boven. Kijk, dan is het ook wel een heel mooi huis hoor. Alleen ja, zoveel geld heb ik nou ook weer niet om te kopen. Ik heb geld, maar niet dat ik miljonair ben. Zeg maar net iets meer dan de middenklasse. Zo zit ik een beetje. Maar goed, eventjes geen stress. Laten we lekker gaan rijden. En daar moet het dus zijn. En bij het territorium. Laten we even de dingen op gaan rijden. Ik denk dat het een goed idee is. Dus hier is het dan, hè? Hierboven. En oh my god, ik ben dus heel benieuwd wat ik hier kan verwachten. Kijk dan, dames en heren. Oh, dit ziet er wel echt heel gaaf uit. Maar ik ken wel zoveel gas en ik zag iemand in het gas lopen zijn hert. Natuurlijk, die lopen ook altijd in het gas, hè, s'avonds. Maar kunnen die afsnijden om hier naar boven te gaan? Of hoe zit dat nou precies? Of zitten er anderen voor? Want ik denk dat afsnijden een beter idee is. Tenminste, ik vind dat leuk om mensen af te snijden. Hallo, daar doe je het ook voor, hè? Zo, kijk eens, we zijn goed afgesneden. Maar we hebben ook heel veel oepsie poepsie wallaloepsie ongelukjes gehad. Ja, en dat is iets minder prettig. Maar kijk eens waar we zijn, dames en heren. We zijn dus aangekomen bij het Dolhof. Dat betekent maar één ding. We gaan lekker naar binnen toe. Hoppa. Ik ben dus helemaal ready om verstoppertje te spelen. Dames en heren, daar ben ik dan. Ik ga lekker meedoen met verstoppertje. Hallo, beste Del. Wat fijn dat je er bent. Want wij spelen nu verstoppertje. Ik weet dat je nu bent. Mijn naam is Sinterklaas en ik weet je bent verwend. Maar als je nu gevonden bent, dan heb je dikke pech. Oké, wat een leuke opening dit. Nou ja, laten we lekker verstoppertje samen gaan spelen, toch? Ik zou zeggen, tel maar eventjes. Maar ik heb wel een vraagje. Waarom heb je een waterpomp daar vast, Sinterklaas? Mijn auto was kapot. Ik moest even mijn moedjes eruit halen. Weet je, moedjes vervangen. Weet ik wat allemaal. Mijn banden waren niet meer goed. Dus vandaar. Ah, oké. En waarom heb jij een machet vast, gouden Sint? Ik kom van het eiland. Ik moet kokosnoten namelijk kapot slaan, weet je wel. Want ik kan alleen met een machet. Zodat ik in ieder geval wat sap uit de kokosnoten kan halen. Ah, superleuk. En Sinterklaas, waarom heb je een hakbel vast? Delano, is dat een serieuze vraag? Om bomen te kappen natuurlijk. En hout te krijgen. Ah, je hebt wel gelijk. Weet je wat? Laten we lekker verstoppertje gaan spelen. Ik zou zeggen, tel maar. 1,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oké, hij zal dus lekker aan het tellen en wij gaan dus lekker stoppen. Ik denk dat het een goed idee is. En ik zie dus Jody daar lopen. Oh mijn god, waar gaan ze allemaal naartoe, joh? Maar ik probeer hem ook even te stoppen. Maar waar ga ik hem eigenlijk verstoppen eigenlijk, weet je? Ik weet het niet. Misschien moet ik even een leuke plek vinden. Oké, hier kan ik dus niet eens stoppen, man. Oké, misschien moeten we deze kant op gaan. Ja, ik heb wel even iets vast in mijn hand. Een pistool. Wat moet hij nou met een pistool? Oh mijn god, vind ik wel een beetje gevaarlijk. Ik pak wel een hakbel voor de zekerheid. Om mezelf wel te kunnen verdedigen. Nou, ik denk dat ik goed stop ben aan de andere kant. En we moeten proberen eruit te komen. Eens even kijken hoe het de rest gaat. Ik pak mijn drone erbij en ik laat hem opstijgen. Wow, kijk hoe snel deze drone is. Woe! En kijk, daar staan ze hoor. Oké, en ze komen eraan. Dus weet je wat? Laat ik even weg gaan rennen. Want eerlijk, anders heb ik misschien een probleem. En dat wil ik dus niet. Dus ik heb proberen de uitgang te vinden via deze command. En ja, ik denk dat ik hier zo moet en zo. Ik ga gewoon een gok wagen. Oké, dit is al een foute keuze die ik maak. Dus dat moet ik al niet doen. Oké, dan moet ik misschien via die kant en dan naar boven rennen. En even kijken hoor. Oké, zo. Ja. Oké, ja, dit ziet er goed uit. En dan zo denk ik. Oh nee, ik zit weer. Oh nee, dit is doodlopend. Wat stom dit. Oh, ik moet uitkijken voordat hij er is. Oh nee. Even kijken hoor. En dan zo. Ah ja, hierin. Kom op. Allee. Ah. Ik ren weer te ver. Ik zweer het je, man. Dit moet ik niet doen. En kijk eens, dames en heren. We hebben het gewoon gered. Ik ben er gewoon weer. Oh my god. Buurtvrij. Ik heb weer gewonnen. Het ziet eruit dat Sinterklaas ook kan komen. Hé, waarom is hij zo agressief tegen mij? Hé, doe eens even normaal, joh. Hé, auw. Hé, dat kun je niet doen. Sint. Hé, stop ermee. Zo. Wat denk je wel niet, hè? Ach, gelukkig gek dat je bent. Kom maar. Kom hier. Ah, hier, dat gaan we niet toelaten. Bam. Ik ga je van jou gehakt maken, denk ik. Weet je, ik ga je vanavond op vuur leggen. Oh my god. Waarom is Sinterklaas zo actief? Dit vind ik niet leuk. Bam. Hè? Wat denk je wel niet? Ik ga even in elkaar slaan, vriend. Zo. Oh, we hebben eindelijk Sinterklaas te pakken. Ik moet kijken waar die kinderen zijn, man. Ik zweer het je. Ik had er dol op in. Misschien moet ik Sinterklaas even uitschakelen. Sinterklaasje. Ik weet niet wat, maar het is niet leuk met dit. En daarom is het tijd om te zoeken. Jody, ben jij hier misschien ergens? Jody en... Nee! Jody is er! Oh, ik had het kunnen weten, man. Wat stom dit. Oh, nou moeten we even misschien even die gouden Sint zoeken. Want ik vertrouw gouden Sint ook niet. Ook al is hij van goud, betekent niet dat hij te vertrouwen is. Hè? Gouden Sint. Hier ben je dan. Hier, bam. Ja, wat denk je wel niet? Dit is wat we met gouden Sint doen. Bam. Hoppa. Neem het. Hè? Achterlijke gek. Zo, die hebben we ook even moeten pakken. Nee, hij is ook neer. Ah, ik zweer het je. Ik ga terug naar Sinterklaas. Ik weet niet waar Sinterklaas is. Die zal waarschijnlijk wel weggevlucht zijn. Maar we gaan hem achteraan zetten op zijn hielen. Dus ik ga daar naartoe. Oké, dames en heren. We laten even de auto gaan pakken. En we gaan even doorrijden naar Sinterklaas. Ik denk dat het een verstandig idee is. Dus laten we het even gauw gaan doen, toch? Is het in de buurt? Ja, het is wel redelijk in de buurt, hoor. Maar we moeten ons even niet druk maken, joh. Ik denk dat dat veel beter idee is. Dus laten we even gas gaan geven. En ik zweer het je, daar komen we er vanzelf wel, man. Maar wat een totale onzin wat er net gebeurd is. Dus weet je wat? Laat ik even gas geven. Kan hij misschien via de bergen naartoe komen? Ik durf het niet te zeggen. Ouch. Oeh, oh my god. En ik toppel helemaal weg. Oké, laten we via deze kant even helemaal naar boven rijden. En oh my god. Hier. Kijk hoe groot die bergen zijn, man. Ik zweer het je. Ik zou wel leuk zijn als ik dacht dat ik kan komen, man. Oh my god. Oké, we zitten dus weer in het gras. En we moeten weer omhoog. Oh my god. Eens even kijken. Hier ergens moet het zijn. Daar is een pier. Oké, dus het is in de buurt. Kijk dan, dames en heren. Zo kunnen we het ook doen. Kunnen we gewoon letterlijk over de bergen vliegen. Kijk hoe cool het is. Het ziet er ook cool uit, man. Dat is alleen iets minder cool om te gaan ongelukken. Maar weet je wat, mensen? Laten we naar het huis rijden. Het ziet er wel naar uit dat we er al bijna zijn. En dat is al echt heel cool, jongens. Oh my god. Oké, we moeten hier even naar de linkerkant toe. En hier ergens moet het zien, hè? Laten we gewoon even naartoe gaan. Ik denk dat dat veel verstandiger idee is dan botsen. Ja. Bots is sowieso een dom idee. Hier, laten we eventjes gaan kijken ook. Die voor je. Oké, dames en heren. En daar moet het dus zijn, hè. Oh my god, ik weet echt niet wat ik kan verwachten. Laten we wel even lekker naar binnen gaan. Ik denk dat het een goed idee is om te doen. Dus, daar gaan we dan. Nou, de beveiliger is in ieder geval neer. Maar waar zou die kunnen zijn? Ik moet Sinterklaas doodmaken. Ik zweer het. Jij mag niet nog meer slachtoffers maken. En dat hij ook goed beveiligers in huis heeft. Ja, ik snap het wel. Net als Wilders heeft ook wel beveiligers, toch? Nu moet ik Wilders niet gaan vergelijken met Sinterklaas. Want Wilders is wel bekend en Sinterklaas niet. En dan heb ik het over Geert Wilders. Wie kent Geert Wilders, mensen? Het is trouwens ook weer bijna verkiezingen. We mogen bijna gaan stemmen op partijen. Maar goed, weet je, laat hier even naartoe gaan. En oh my freaking god. Hier ergens moet het zijn, in deze kamer. Het is tijd om wraak te nemen. Sinterklaas, het is tijd om je te pakken, vriend. Hé, je denkt je te kunnen verstoppen. Ik ken deze plek in mijn hoofd. Ik heb hier ook gewoond, hè? Zo, Delano. Dus jij denkt het tegen me op te kunnen nemen, hè? Nu is het te laat voor jou. Is het zo, Sint? Kom maar op. Oh my god, wat denk je dan, hè? Hier, die gaan we even pakken. Sinterklaasje. Bam, hè, Sinterklaas. Die gaan we niet toelaten. Paar klappen nodig, Sinterklaas. Zwakkeling. Bedankt voor het kijken. Like, abonneer en doei.